Hallo Polsrums, nou ik sta nu hier in de stand van Beauty Business Content en ik heb hier de nieuwe Beauty Professional in mijn handen. Ik heb de make-up opgedaan met 100% en het is een prachtige editie geworden. En kijk eens hoe mooi, gefotografeerd door Otto van den Toorn. Maar ik doe het natuurlijk niet alleen en dit make-up merk is van 100% en het is door Harpaco, dat is het bedrijf die het heeft, die gaat het distribueren. Nou, we gaan eventjes naar mijn lieve collega's die mij de kans hebben gegeven om die mooie cover al prachtig te laten shinen. En dat is Monique Robbe. Hallo Monique. Hallo. Richard Haar. En hoi. Postuschny. Postuschny. Wat? Oké. Het is een heel moeilijke naam, maar whatever. Hey, ik vind het heel leuk, want Possums, jullie weten allemaal dat deze avondblok zo lang bezig is, maar ik ben heel erg trots dat we tegenwoordig het is een nieuw blad, de Beauty Professional. Het meest gelezen blad op dit moment bij de schoonheidssalons. En het is een prachtig, mooi. Er zit veel informatie in over de beauty brands, over huid, over alles en alles. Nou, wat je wil weten, moet je gewoon hierin gelezen. En een abonnement opnemen. Blijf dan later even zien op die mooie cover. Ja, dat heb ik al. Heb ik allemaal laten zien. Uitklappen. Leuk, hè? Uitklappen. Oh ja, oh, wacht even uit. Okay. Niet, is het niet wonderbaar, maar de Satsun? Look at that. En wie heeft die look gecreëerd? Ik en Otto van den Toorn in samenwerking met Monique. Want Monique doet alle. Wat doe je eigenlijk voor het blad, Monique? Wat doe ik eigenlijk? Ja. Ik bepaal wat erin komt. Ja. Ik interview de schoonheidssalons en leveranciers samen met mijn collega's. En we bekijken wat de trends zijn in de branche en nieuwe ingrediënten en al dat soort dingen meer. En daar maken we mooie verhalen over, zodat de schoonheidsspecialist op de hoogte is van alle nieuws die zij zouden moeten weten voor hun klanten. En Richard, jij bent medeoprichter samen van de Hak. Wat een van mijn haak. Van de Hak is het, hè? Vertel eens over het bedrijf. Want jullie geven meer dan een magazine uit, hè? Ja, we geven 8 vakbladen uit, plus 8 websites. Dan sta ik dan vol de kosten. Ja. Nee, het ziet er goed uit. Geef maar niks, het ziet er goed uit. Waaronder dus Beauty Professional, maar ook Interior Business Magazine, Bedding Business Magazine, Vloeren Business, Horeca Ambiance. We geven een blad uit voor de tankstationwereld, voor tankstation ondernemers. Dat heet Move On. Ja. Dus breed en breed georiënteerd. We doen van alles. Mooi. En Milan, wat is jouw grote aandeel hier in deze hele... Ik geef alleen geld uit. dat gaat zo. Richard haalt het binnen okay. En ik geef het uit. Oké. Want goede uitgever geeft geld uit. Ja. Maar ze kunnen ook adverteren in jullie bladen. Het geldt natuurlijk ook voor de beauty professional. Ja. Dus mensen die kijken, die hebben een mooi make-up merk. Adverteer mooi, je krijgt een cover, er wordt een filmpje gemaakt, er worden 3 pagina's stappen ook gemaakt. Dat is weer van de cover Idun. Je kan bijna niet ontbreken in het blad. Ja. Het kan bijna niet. Ja, je moet er echt bij zijn. En jullie zijn ook nu het meest gelezen beautyblad. Ja. Ben je trots erop? Ben ik ben heel trots op. Ik ook natuurlijk, hè, want ik heb ook curve. Ze moet trots op zijn, want ze bewerkstelligt het natuurlijk. We zijn ook heel trots op Monique. Ja, want Monique, maar jij doet, je doet meer als redacteur, hoofdredacteur bij een paar andere bladen. Ja, ik ben gewoon de hoofdredactie. Ja. Dus ik doe ook wat dingen van interieurbladen. Oké, sla ik nog wel eens? Weinig. Ik slaap wel met mijn beauty slaapje heb ik al gedaan, maar we hebben een heel goed team. Het is heel belangrijk. Teamwork is dat. Je moet natuurlijk niet vergeten dat het niet alleen een bladen zijn, hè, dat het een hele platform zijn waarbij aan elk blad hangt een uitgebreide website die weer met een hele een omgeving van een sociale media werkt. Ja. Dus op die manier maak je wel een business-to-business communicatie tegenwoordig. Niet alleen maar met een magazine. Die is wel voor een substantiële redactie. Ja. Maar voor een nieuwtjes, daar gebruiken wij vandaag de dag alleen nog maar een sociale media of de website. We zijn bijna een internetbedrijf dat ook bladen maakt. Ja, dus je kan ook zeggen, het is ook een win-win situatie. Hè?
Dat is het altijd. Sterkt elkaar. Ja. Moet met elkaar spelen, ook geraffineerd. Nou, dus zoals jullie weten nu dat dit heel erg belangrijk is. Fysicisten, schone specialisten, mensen die in de buurt daarin zitten, een mooi blad. Je kan het vinden op de website. Ja, www.beautyprofessional.nl, daar kan je op abonneren. Ja. Indien je ambtslid bent, dan krijg je het bij je ambtslidmaatschap. En uiteraard kun je ook kijken op www.beautyspot.nl. Ja. Ja. Daar staan weer andere columnisten in. En daar vind je ook alles over beauty, dat hoort bij ons vandaag. Nou, toppie. Nou, zoals jullie weten, we gaan nu vandoor, we gaan naar een ander set. Ciao!